Ja. Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Met z'n allen de podcast. En hoor je dit? Ik weet niet of je het goed kan horen, maar ik hoor vogeltjes, de wind. Er zijn hier zelfs schapen die af en toe geluid maken. Ik zit met mijn voetjes in het blote gras in een hele lekkere, relaxte tuinstoel. Want Hartman heeft mij uitgedaagd om eens even goed te duiken in het buitenleven. Want we zitten allemaal veel te veel binnen. En buiten zijn heeft zoveel voordelen voor je hoofd, voor je lijf. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook te veel binnen zit. Dus de uitnodiging om de studio uit te gaan, die heb ik met beide handen aangegrepen. En je hoort het, schapen. Ik zit hier onder een boom. Ik heb heel veel zin om samen met jullie in het buitenleven te duiken. En nu we toch bezig zijn, waar ben jij op dit moment? Is er een kans dat je met deze podcast op en je koptelefoon even naar buiten kan? Blokje om gaat lopen? De schapen zijn het er al mee eens. Dat hoor je. Let's go. Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen. We gaan met z'n allen naar buiten met Hartman. Ik heb twee hele leuke gasten uitgenodigd waar ik allemaal leuke buitenactiviteiten mee ga doen. Dus alles behalve de saaie studiolampen in de studio. Nee, onder een boom, op het water en misschien ook wel iets sportiefs. Tom, we zijn er weer. Ja, ik zat er wel, ja. Ja, aflevering 2. Ja, nee, ik ben er nog steeds. Waar was je over aan het dagdromen? Ja, eerlijk zeggen. Nee, ik zag me voor op een kantoor in een soort van grijze wolk, super professioneel te zijn. En dat kwam er gewoon niet uit. heb jij misschien advies voor me? Zit je nou te spotten met de laatste vraag uit de vorige aflevering? Ja, maar ik verwacht een ander antwoord. Nee. We gaan niet dezelfde luistervragen doen. Okay. Maar ik heb wel andere luistervragen zometeen. Ik wil eerst iets anders weten. Ik vraag me heel erg af wat het meest bizarre is dat je mee hebt gemaakt in de Boer zoekt vrouw tijd. Goh, moet ik even nadenken. Ja. Of is er een brief die je het meest is bijgebleven? Of een knutselwerkje? Ja, maar die knutsels. Ja? Wat was er allemaal geknutseld? Nou, het is natuurlijk heel persoonlijk iets wat er... Maar dat is leuk, want als ze nu luisteren, dan geef je gewoon nog een shout-out. Nou, wat wel bij... Er zat één brief van een man tussen. Oh. Maar die was 68. Oh, wauw. En de strekking van het verhaal was... Nou ja, ik denk dat hij een boer zocht. Zeg maar ik... Ja. Of dacht ik vond dat heel apart. Ja. Ik had het ook niet verwacht. Ik had nooit over nagedacht, zeg maar. Maar dat is... Ja, dat. En dat er zoveel... Het wordt niet alleen een brief gestuurd. Ja. Of een mail, maar het is ook gewoon post. Maar echt hele doos, hele knutselwerken, joh. Ja, en wat werd er dan geknutseld? Nou ja... Ik noem wat een grote kartonnen plaat met allemaal bloemen voor kreppapier erop gefrutseld. Met allemaal briefjes opgeschreven en fotootjes. Wauw. Ja, echt van alles, joh. En een motorhelm. He, ik krijg een motorhelm en dat weer dan versierd. En eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken. Heel veel dingen natuurlijk met tulpen, klompen. Wauw, ik vind het zo bijzonder dat je dan bij je brief kracht bijzet door dan ook nog iets te knutselen. Ja. Maar het is sowieso al heel intiem, lijkt het me, om een brief te schrijven aan iemand die je nog nooit hebt gesproken en daar je hart in uit te storten. Verbaasd nou, je? Nou ja, jij zei net ook al hart in uitstorten, maar dat is het ook niet echt, hè? Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet op wat je problemen zijn of dat je wanhopig bent. Ik bedoel, de brieven waren echt louter, gewoon hartstikke leuk. En, ik zie wel een toekomst voor ons samen. Ja. Dat, ja. Oh ja, nee, wat ook wel bizar was, er kwamen dus ook gewoon een aantal meiden gewoon echt letterlijk aan de deur. Maar ook gewoon, kijk, ik woonde daar in die schuur. Ik had een appartementje in de schuur. Hartstikke leuk voor elkaar. Ik sliep beneden zeg maar, gangetje, wc, douche, boven dan woonruimte. En ik zat daar ook gewoon die tijd onder een kleedje. En ik was af en toe heel, als ik zepte, kwam ik mezelf tegen op televisie. Dat vond ik heel ongemakkelijk. En, maar goed, vrijdagavond, 11 uur, zat ik op mijn bankje onder een kleedje. Werd op de deur geklopt beneden. Dus ik kijk zo uit het raam en ik heb zo'n grote schuifpoort, weet je al, bij de oprit, die was dicht. Er stond een auto achter. Ik denk, hé, wat gek, het was al best wel een beetje donker. Was, nou, ik denk februari, maart. En zat er dus een dame, een griet, zoals we in West-Friesland zeggen, aan de deur. Dus ik doe open en
ja, ik ben helemaal de ware voor jou. Want ik vind jou ook leuk. Heb je gezien op televisie? Ze keken om zich heen. Van, ik zie hem hier al helemaal wonen. Maar het was stikdonker. Hè? Ze konden helemaal totaal niks zien. Ja. Maar die kwam uit Utrecht. En die was er even heen gereden om dat te vertellen. En hoe komt zij er dan achter waar jij woont? Ja, ik denk dat kan je denk ook gewoon googlen of zo. Dus die, maar en wat zei jij? Kom binnen, ik heb een dekentje. Nee. Ja, ik begrijp haar wel. Nee. Als jij dus... Nou, oké. Okay. Je ziet een oproep. Je denkt, dit is hem. Dit is hem. Dan wil je gewoon het programma voor zijn. Ja. En dan denk je, dit ga ik gewoon even regelen. Het is vrijdagavond. Ik rij gewoon daar naartoe. Ja. En dan wel heel erg stoer. Zeker. Maar ja, ik begrijp wel, zeg, als je dan denkt, nou, dit is hem. Dan moet ik ook nu gewoon actie ondernemen. Zeker. Ik begrijp het ook heel erg, want het is precies zoals jij zegt. Als je echt denkt van ja, dit is gewoon een match. Als je daarvan overtuigd bent, dan... Maar hoe heb je dat dan afgehandeld? Het lijkt mij dus... Ja, ik ben bang dat ik dan gewoon had gezegd, wil je een kopje thee of zo? Dat ik dan niet had gedurfd om te zeggen, dit gaan we niet doen. Ik had toch een beetje het gevoel dat ze een beetje... sorry als je luistert, maar dat een beetje lunatic was of zo. Ja. Ja, maar dat weet je dus ook nooit, hè? Dat weet je nooit. Nee, oké. Okay. Nou, nee. 'S avonds aanbellen is op zich wel een grens overgaan. Maar ik voel de passie. Ja, ik voel ook heel veel passie. Ik voel de passie. Zeker. Ik heb een luistervraag. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Deze vraag gaat over wandelen. Ben jij een beetje wandelaar? Nou, niet per se. Nee? Oké, nou, dan heb je vast heel goed advies. Want dat heb ik wel echt nodig. Want ik weet het antwoord op deze vraag namelijk niet. Hey, ik ben een gast. Ik merk om me heen dat wandelen best een beetje een hype aan het worden is. Ik snap het, want het is ook super lekker. Alleen, ik vind het altijd lastig om mooie wandelroutes te vinden. Ja. Hoe doe jij dit? Nou ja, ik kan hier niet bij helpen. Ik loop altijd hetzelfde rondje in Amsterdam. Hetzelfde rondje ook. Ja, ik ben een supermarkt, slager, kapper. Nee, ook gewoon met wandelen. Ik hou gewoon van dezelfde routes. Oh ja. Ik hou ook van dezelfde restaurants. Ik ben zo iemand. Nou, ik zeg ook net, ik ben geen wandelaar, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja. Alleen ja, ik gun me er zelf te kort tijd voor. Ik bedoel, we zitten op een hele fijne plek waar we wonen, dat we niet per se ons eigen erf af hoeven. Oh, wat een luxe. Begrijp je? Ja. Ja, als ik naar mijn brievenbus loop, die staat bij de weg, is 100 meter vanaf mijn huis. Ja, ja, dus dan precies. Heb ik een wandelingetje alweer gehad. Ja. Nee, maar ook... Kijk, mijn vader die is veehouder, wat land en ook wat dijken, zeg maar, wat hij pacht. En daar zijn ook wandelroutes overheen. Mm-hmm. Echt langs het kanaal, door rietschoten, knotwilgen, een stukje door het dorp, weet je wel. Door Nieuw-Niedorp, een heel mooi dorpje. Weet je hoe die route heet? Ik weet niet hoe die heet. Nee, maar dan loop je... Nee. Want je hebt wel mijn interesse. Maar kijk, het is... elke omgeving wordt tegenwoordig steeds meer aandacht aan besteed vanuit gemeenten ook aan wandelpaden. Ja, dus als je maar even googelt, kunnen tegenwoordig allemaal super makkelijk. Dan kan je gewoon heel gemakkelijk en heel snel leuke wandelroutes bij jou in de buurt vinden. Ja, en je hebt ook hike websites, daar moet je bij wegblijven. Ja, want nou kijk, hiken, dat is iets anders. Ja. Daar ben ik echt op een hele harde manier achter gekomen. Op vakantie dachten we ook leuk, gaan we lekker wandelen, gaan we lekker in Italië was dat met mijn vriend. En toen hadden we een hele, nou eigenlijk wilde ik voor de medium route gaan, want ik dacht, ik kan wel een beetje wandelen. Ja. Ik dacht, hiken, wandelen. Ja. Maar toen zijn we toch voor een makkelijker gegaan. Nou, ik heb heel mijn leven aan me voorbij zien flitsen. Ja, ja. Dat is gewoon bergbeklimmen. Ja. En het ergste is ook, niemand kan mij vertellen wanneer het ophoudt. Daarom vind ik hetzelfde rondje ook altijd zo fijn. Dan weet ik hoef nog maar zo ver. En nu, ik weet nog dat we ergens zo deden, dat ik het van dat meer dat waar het aan zat, dat was heel klein geworden. En ik was alleen maar aan het vloeken. Ja, dan ben ik echt een kleine baby. Dan ga ik ook gewoon op de grond zitten. Ja, in Italië bij Lago Iseo. Nou, ik echt, niet, niet chill. Maar in Nederland is natuurlijk alles plat. Ja, het is redelijk dus heb vlak. Je dat niet. Ja, ja, ja. Kijk, en Marieke en ik, die goed namen natuurlijk de kinderen. En die zijn nog vrij jong om een grote wandeling te maken. Maar voorheen wandelden we wel ook gewoon door bergen, schorrel heen, duingebied. Ja. Ja, heel mooie wandelroutes, gewoon in verschillende afstanden. Mm-hmm. Dus dan volg je gewoon de blauwe of rode paaltjes. En dan had je gewoon een mooie afstand te pakken. Ja, in Nederland is zo mooi. Je moet je er ook echt wat meer in verdiepen. Wat is nou volgens jou de mooiste natuur in Nederland? Waar is volgens jou de mooiste natuur in Nederland? Nou, wij gaan heel graag naar de Veluwe. Dat is echt prachtig. Ja.
Ja. Echt, weet je, gewoon dat bosrijke gebied. Weet je, wij wonen in een mooi gebied. Weet precies, je. Maar dat is een contrast met waar je woont. Contrast, zeker, weet je. En bij ons heb je natuurlijk poldertjes. Daar hou ik van. Dat is toch wat knusser, hè, zo'n polder. Ja. Dan dat je echt uitgestrekte vlaktes hebt. Zie jij thuis de zon ondergaan? Kan jij de zon onderzien gaan? Ja, nou, het is net een beetje achter de buren. Ja. Dus wel, nou, eigenlijk net niet. We zien hem wel opkomen, ja, aan de ene kant. En we zien hem dan net niet ondergaan. Dat is, vind ik, het bizarre aan de stad. Dat je dat dus gewoon bijna nooit ziet. Dus dat, gek eigenlijk. Het is raar. Laatst zag ik op een hele donkere dag. Dus echt alles was de hele dag grijs. En ik reed in de auto naar Utrecht. En ik zag gewoon echt zo'n grote rode bal onder. Ik dacht, huh? Hebben we dat ook op grijze dagen? Want bij mij is het gewoon een opgever. We zien gewoon soms de zon dagen niet. Ja, ja. Maar dus dat laatste stukje dacht ik, ja, dat is gewoon omdat ik in de stad woon. Daar zie je hem gewoon helemaal niet aan het einde. Maar zie je wel eens de oranje luchten? Als ja. Het, toch op bepaalde dagen, dat je natuurlijk die zon die zakt en dat er wat wolken zweven, zeg maar, dat daar de zon nog tegenaan zit. Ja, maar je hebt wel gebouwen. Dus wij wonen wel op 2 hoog. Dus je ziet nog wel veel meer dan anderen. Dus wij kijken wel echt groen in. Dus dat is heel fijn. Maar ja, als hij achter een gebouw komt, ook al sta je aan de Amstel, ja, daar zitten gewoon wel altijd gebouwen voor. Dus dan is het hartstikke leuk, maar het mooiste stukje is meestal aan het einde. Ik vind dat wel heel gek eigenlijk om voor te stellen. Raar, hè? Ja, ja. Ik vind het dus heel. Ik besefte het me laatst dat ik dacht, zo no shit Sherlock, ik ben gewoon 33 jaar dat ik me dit nu pas besef. Maar ik hou heel erg van zonsondergangen. Ja. En als je ook even aan het strand bent, dan is dat zo vanzelfsprekend. Maar voor heel veel mensen gaat de zon gewoon al iedere avond onder. En in de stad mis je dat. Ja. Wij waren afgelopen jaren op vakantie, hadden een strandvakantie. Ja. Egmond aan Zee. Oh ja. Je hoeft natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo ver. Ja. En zo praktisch ook. We hebben natuurlijk jong kindjes. Nou, dan hoef je niet per se ver te gaan. Mm-hmm. En in de zomer kan ik ook nog af en toe terug, zeg maar, naar bedrijf. Want dat is nog wel even nog wat drukker. We hadden dus een huisje op het strand. Oh. Zee, duin. Er zaten nog aan de kant van de zee. Zo van die chaletjes allemaal. Ja. Nou, en echt, dat was mooi, jongen. Elke avond zie je daar dus wel echt gewoon letterlijk de zon, de zee in zakken. Ja, dat is bizar. Dat is echt mooi, hoor. Maar die strandhuisjes, dat is toch niet normaal? Het is... was super chill. Afgelopen zomer was het super warm. Weet je, ook met die hele warme dagen van bijna 40 graden. Ja. Nou, ze zaten gewoon op de vloedlijn. Hup. Ja, bizar. Stoelen, tafeltjes, spulletjes, allemaal naar de vloedlijn toe. Parasolletje neergezet. Bizar. Lekker zitten. Maar die strandhuisjes, hè, dat ik dacht ooit, dat is wat ik wil. Ik wil een strandhuisje. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk. Dan moet je op een wachtlijst. Ja. En op een gegeven moment kwam ik er door. En toen was het vet. Dat was dan een strandhuisje van 1,5 ton. Maar die moest je dan wel even zo afrekenen. Want dat kon je dit, dat is niet iets. Ik had niet. Zij gingen er zo vanuit of ik dan zo even zo 1,5 ton over. Ja, en ik had geen rekening mee gehouden dat dat niet, net zoals met een gewoon huis kopen, dat je daar dan een lening of een hypotheek of een. Het is. Maar zou je omdat niet het met een vakantie kunnen kopen, bedoel je? Nee, dat mocht niet. Omdat het op een vakantiehuisje was. Ik weet niet wat. Ik weet zeker dat dit zo was. In ieder geval, het was een heel ongemakkelijk gesprek aan de telefoon. Ja. En ik had er niks aan dat ik aan de beurt was. Ja, snel zeggen, dat is niet zoveel. Maar het is natuurlijk in wezen, is dat heel veel geld. Ik dacht, dat is hartstikke leuk. Dan doen we zo'n vakantiehuisje. En dan, nee, het is hem niet geworden. Het is nog steeds geen vakantiehuisje. Nee. Maar voor mooie wandelroutes, gewoon even een beetje onderzoek doen. In Nederland is er genoeg te vinden. En ook, jongen, er zijn zoveel mooie bossen. Ja, en vaak natuurlijk bossen, duingebied, Veluwe. Nou, Betuwe is ook mooi. Limburg, weet je, als je naar Limburg gaat. Oh, maar te veel bergen, dan krijg je misschien een moeilijke hike. Dat kan wel. Ja. Ik heb een leuke activiteit uitgezocht. Wij gaan namelijk golfen. Cool. Ben jij een golfer? Ik denk dat ik meer jouw caddy zal zijn. Heb jij ooit gegolfd? Ja, ik heb wel leven? Gegolfd. Ik heb het een keer, dat was wel super vet, in Frankrijk gedaan. Was ik met 2 vrienden. Ja. En daar was het echt, ook vanaf de bergen. Je sla ook vanaf de hoogte sla je bal weg. Ja. Dat is heel gaaf. Wel ook waar gaat hij dan naartoe? Ja, wel op het parcours, maar gewoon naar beneden. Oh, oké, ja. Maar dan gaat hij natuurlijk super ver. Ja. Als je goed raakt. Maar... En dan hadden we ook van die golfkarretjes. En uiteindelijk was het. Hebben we straks ook een golfkarretje dan? Ik hoop dat wij een golfkarretje hebben. Cool. Maar jij kan het dit sowieso beter dan dat ik dit kan. Ik heb nog nooit gegolfd in mijn leven. Ik ben niet verder gekomen dan midget golf. Oké. Ja. Nou, ik heb het hier een paar keer gedaan, maar niet. Ik ken het gewoon niet, zeg maar. Niet? Oké. Okay. Nee, nou, ik denk leuk. Het niet. Nee. Nee, maar vind je het wel leuk? Ja, zeker. Oké. Okay, heel leuk. Daar gaat het om. Ja. Ja. Ik ben benieuwd naar je swing. Ja, luister. Ik heb al geen balgevoel met grote ballen. Laat staan dat ik dit dan wel kan. Okay. Maar ik zou het echt heel leuk vinden als ik dit leuk vind.
Want het lijkt me een hele leuke hobby. Ja. Nou, ik denk wel dat je het leuk vindt, want... kijk, ik vond het ook leuk, want weet je, je slaat natuurlijk een paar grote meppen en je wilt natuurlijk zo ver mogelijk. En, ja. Nou, ik bedoel, oefening Bart Kuns, als je het een paar keer gedaan hebt, dan gaat het echt wel lukken. Ja. En uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon moet je hem inputten. Dus, ja, kijk, daar, ik weet niet of dat goed gaat, maar dingen slaan vind ik wel leuk. Ja, ja, okay. Ja, ik sta wel een beetje bij je vandaan. Nee. Nee, komt goed. Okay. Laten we gaan. Ja. We gaan met z'n allen naar buiten met Hartman. Tom, we zijn op de golfbaan. Ja? Ja. Hoe cool. Ja, dit is vet, hè? Ja. We gaan lekker een beetje leren golfen. Jij hebt al een beetje ervaring, hè? Klein beetje. Ik heb het wel eens gedaan met een paar vrienden in Frankrijk en ook wel eens hier een paar keer. Maar ik moet zeggen, dat was gewoon echt voor de fun. Dus niet voor Reggie. Ik ben echt super excited. Ja? Ja, echt. Ik hoop dat dit een nieuwe hobby kan worden. Ja. Benny? Ik heb vervoer. Jij hebt gewoon al een wagentje geregeld. Ja, maar ik kan geen achteruit vinden, dus we gaan alleen vooruit. Ja. Welkom op golfbaan Weesp. Yes, come on. Kom ernaast. Ik rij. Hij kan alleen vooruit. Ja. Er zit allemaal grind in, joh. Cool, hè? Denk je dat dit de bedoeling is? Nee, weet ik niet. We zijn nog niet eens begonnen en we zijn hier al schade aan het aanrichten. Hé, hey, we zijn er. Het is zover. Er is niks gebeurd op mijn nicht. Nee, zo... Zoals ik... In het netje. Hey! Woehoe! Ja, ik ben wel een luidruchtige golfer, dus ik denk niet dat dat wordt gewaardeerd. Oh, ik vind het echt heel leuk. Leuk hè dit? Ja, ik vind het heel leuk. Als je toch lekker raakt joh. Dat maar je dan pok... kan ik me voorstellen dat het nog leuker is als je dus gewoon op een mooie plek loopt, zelf aan het wandelen bent en dan sla je lekker. Ja, want dat is echt leuk. Dan ben je lekker aan het wandelen door zo'n... Uit een groen park heen, wat ja. Dus gewoon de golfbaan is. Heb je ook snacks dan in de wagen? Of is het verboden om te snacken? Op de... Nee, ik zou het wel meenemen, toch? Ja? Ja. En jij hebt het al een keer gedaan. Is dat dan met ja, een pilsje? Ja, nee, we hadden geen snacks mee. Ik zie dat helemaal zo, bitter garnituurtje ja, en al zo. Nou, dat weten we achteraf wel hoor. Oké. Okay. Gaan we tegelijk? Ja, 3, 2, 1. Oh. We gaan even inhoudelijk. Ja. Nou, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Nee. Maar ben jij een beetje van nieuwe dingen uitproberen? Ja, zeker. Ja? Ja, en ik kijk, wat bedoel je, qua eten of gewoon in het geheel? Qua alles, gewoon uit je comfortzone gaan. Nou, ik kan eigenlijk niet zo heel goed doen, maar als je het over eten hebt, hè, wat dus letterlijk de opvatting zou zijn, ja. Dan neem ik wel heel vaak iets van de kaart wat ik niet ken, juist. Maar ook gewoon qua hobby's en dingen, gewoon echt uit je comfortzone gaan, nieuwe dingen doen? Ja, zou ik op zich willen, maar het gebeurt niet veel, moet ik zeggen. Nee? Nee, ja, weet je, ik bedoel, mijn leven is zo een beetje ingericht dat ik natuurlijk aan het werk ben of tijd met mijn gezin doorbreng. Mm-hmm. En daarnaast doe ik niet per se altijd nieuwe dingen. Zijn er nog nieuwe hobby's die je op je verlanglijstje hebt staan? Nou, ik heb wel met een paar vrienden gezegd over golven. Als we 50 zijn, dan gaan we echt golven. Ja. Dat lijkt me superleuk. En nou goed, dat duurt nog 10 jaar of 9 jaar voordat het zover is. Maar ik heb een hele stap gemaakt dat ik op yoga zit, hè. Broga. Al uit de comfortzone. Ja, zeker. Dat is het. Broga is uit de comfortzone. Ja. En je hebt mij een nieuwe term geleerd, broga. Want ik dacht gewoon dat jij het zelf zo noemde. Ik wist niet dat broga serieus de Amerikaanse term was. Nee, precies. Die kijk niet eens. Zie je, dit is wie ik ben. Ik kijk niet eens. Het gaat mij meer om het slaan. Weet je, als ik dit doe, dan ben je lekker 1,5 uur bezig. Ja. En dit is helemaal niet per se intensief, hè? Tenminste, het slaan misschien een beetje, maar ik weet je wel, komt niet echt de conditie armen. Aan. Nee, maar jij hebt natuurlijk gewoon van die werkhanden. Nou, je hebt gewoon, je werkt in de tuin en je bent gewoon... En mijn prinsessenhanden beginnen wel een beetje te verkrampen. Na. Maar ik hou slaan. Heel hard vast, zo. Ja, ik ook nog wel, maar... Pardon. Tom, heb je zin om weer even lekker te gaan zitten? Dat gaan we doen. Ja, kom. Fijne plekje, ja. Hè? Hey. Golf, Mattie. Ja, zo leuk, hè? Ja, leuk. Oh, ik vind het echt heel leuk. Maar ik ga ook heel hard op al die kleur. Zoals je, kleur? Nou, kijk, groen. Ja, want op vakantie. Ik ben echt heel erg fan van Bali.
z'n allen naar buiten met Hartman. Ja, oké. Oké. Wat? Zag je een trekker? Nee, dat ik had het gevoel dat... Oh ja, je zag een trekker, hè? Zeg, je is een trekker, dat is mijn merk. Maar het is wel heel grappig dat ik jouw gezicht zie en dat ik zeg, zie jij een trekker? Oh, en je echt? Ziet echt... En waarom denk je dan dat ik een trekker zag? Ik denk dat ik een beetje... Dit was heel raar, hè? Ja, ik zag gewoon in je ogen een blik die ik nog niet had gezien. Nee, maar... Dit is precies hoe ik verwacht dat een boer kijkt als hij een vette trekker ziet. Maar wat was dat dan? Ja, nee, dat was een blauwe trekker. Maar ik heb groene. Ik heb sondeer. Maar trekkers, dat is echt een hele lijpe business, hè? Dat hoe zijn, bedoel je? Nou, het zijn gewoon hele dure apparaten. Zeker. Dat is bizar. Ja. Het is ook bizar wat ze kunnen. Maar ja. Ja, weet je, er zit ook veel meer op dan dat je misschien zou denken. Hè? Ik bedoel, je denkt misschien een versnellingspook en een handrem en dat ja. is het. Maar er zit ook heel veel technologie in en... Je kan dus met een trekker, zeg maar, als hij erop is voorbereid, kan je hem op GPS kan je rijden. Oh ja? Zeker, je hoeft niet met sturen, maar je rijdt echt op een centimeter nauwkeurig. Niet. Ja, dus tegenwoordig zie je als iemand aan het planten of zaaien is, ik noem maar wat, dan zie je tegenwoordig kaarsrechte lijnen. Dat is echt allemaal met GPS gepland. En als je bijvoorbeeld met je navigatie rijdt, dan is het na 20 meter rechtsaf, weet je. Dat is een beetje ja. op 10 tot 50 meter nauwkeurig. En trekkers rijden dus echt op een centimeter. Wauw, lijp. Wist ik niet. Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat de technologie in de trekkers ook... Ik vond het heel grappig om jouw gezicht zijn, hè? Ik weet niet hoe ik raadde wat daar gebeurde. Ik heb weer een luistervraag. Lieve Gwen en gast, vroeger ging ik heel veel wandelen met mijn vriend. Ik vond dit heerlijk, lekker buiten in de natuur. En ik gaf tegelijkertijd mijn lichaam wat beweging. Nu is het mijn relatie uitgegaan. Hierdoor heb ik heel veel te verwerken en zit ik niet zo lekker in mijn vel. Het liefst ga ik weer lekker naar buiten om te wandelen, want dit deed me altijd zo goed. Ik geloof ook dat dit me kan helpen om alles te verwerken. Maar op een of andere manier kan ik de stap telkens niet zetten om naar buiten te gaan. Raar toch, want ik weet dat het zo goed voor me is. Maar ik voel toch een mega drempel. Heb jij tips om ondanks de weerstand toch weer naar buiten te gaan? Ja, ik snap wel dat als je altijd met je vriend aan het wandelen was, dat het dan dat je slecht gaat omdat je er steeds daaraan herinnerd wordt. Maar je kan natuurlijk niet meer bewegen daardoor. Nee. Kijk, als je samen gaat, dan ga je natuurlijk ook misschien wat sneller, toch? Doe je wat dingen sneller. En vooral als het een gewoonte is, dan ga je natuurlijk altijd gewoon de deur uit. Maar ja, ik denk dat je misschien op het moment ook gewoon een beetje een drempel creëert. Ik probeer bijvoorbeeld wel eens te gaan hardlopen. Ja. Ja, dat is natuurlijk al 3 jaar terug. Wat voor sporten doe jij? Voetbal je nog steeds? Ik zit op biljarten. Echt? Ja, al kom ik er bijna nooit, moet ik zeggen. Het valt er precies tussen 2 draaidagen in op die avond, zeg maar. En het is natuurlijk meer gewoon gezellig zitten met de jongens. En, maar is dat ook erbij. Een sport? Maar ik bedoelde meer zo'n workout. Oh, je bedoelt het anders. Maar als ik nou biljart een sport vind, dan is dat gewoon een sport. Het is ook een sport, maar heb jij geen sport nodig omdat je boer bent? Nou, jawel. Kijk, ik zit op yoga. Broga. Het is broga, moet ik doen. En wat? Vet. Kom je nu Hoezo? Mee? Ja, ik vind dat helemaal fantastisch. Oké, ik leg het je uit. Maar wacht even. Ja. Broga? Ja, broga. We zitten met een mannengroep. Dus ja, het is een beetje... ik hoor allemaal mensen lachen ook. Oké, maar ik leg het uit. Kijk, ik doe natuurlijk gewoon veel lichamelijk werk. Ja. En dat voel ik ook. Ik bedoel, als ik een tuintje van 40 vierkante meter sta te maken voor de televisie... Ik bedoel, het duurt ook allemaal lang omdat de camera er ook bij is. En ik sta natuurlijk gewoon een paar vierkante meter staan. Ik tegels te tillen van 50 of 80 of 100 kilo. En dat is ook gewoon zwaar voor mijn lichaam. En ik ga gewoon elke 2 maanden ga ik naar een soft chiropractor. Weet je, gewoon even een beetje bijmaken of een beetje loswerken. Maar hij zegt, je moet eigenlijk op yoga gaan. Dan stretch je natuurlijk gewoon allerlei andere spieren. En ik ben echt een soort van altijd anti. Omdat ik het soort van iets van spiritueels vind. Was een veronderstelling, maar dat is het dus niet. Want je gaat natuurlijk allemaal in verschillende houdingen om je spieren te trekken. Te stretchen. En dit zit bij jou in de regio? Dat zit ook zelfs bij ons in de regio. Ja, maar meer van... En het heet ook broga? Of hebben jullie het broga genoemd? Nee, het heet broga. En broga schijnt dus een bepaalde techniek te zijn. Ik heb het opgezocht van een oud-Amerikaanse topsporter. Ja. Die heeft gewoon een bepaalde yoga techniek... Ja, ontworpen. Het mannenlichaam. Ja, wat iets... Dat is een varken trouwens, wat je daar hoort. Okay. Hoorde je dat? Oh. Oh nee.
Sorry. Ik denk, die zit daar in zijn huisje een beetje te rommelen. Te broga. Ik dacht dat je dit gewoon broga noemde, een soort van yoga voor bros. Ja, nou dat... Maar het is dus echt een techniek. Hey, je hoeft je aan mij niet te verantwoorden dat je yoga doet. Ik zie dat je echt zo zit van, luister. Ja. Nee, ik vind dat fantastisch. Maar de stretches die je kan doen met yoga... En ook het lange vasthouden, hebben jullie dat ook? Dat je een beetje wat langer... Dat is net als met yin-yoga. Je vindt het wel moeilijk zelf. We hebben één keer yin gedaan. Ja, weet je, ik vind het... Ik ken al die oefeningen ken ik echt niet zelf uit mijn hoofd. Maar dat is ook fijn als je dat onder begeleiding kan doen. Tuurlijk, weet je. En je denkt van, nou, het valt allemaal mee. Maar als je echt gewoon... als je een paar keer bent geweest, dan gaat het beter. Mm-hmm. En dan ga je ook een beetje inzien hoe je sommige houdingen moet doen. Ja. Zo. Ja. En dat je even meer, als je meer stretch en je meer uitrekt in een bepaalde houding, zeg maar, dat het dan natuurlijk ook gewoon wat intensiever is. En hoe merk je het aan je lijf? Nou, dat het losser zit. Ja, maar ik geloof het. Het is zo tof dat je dit zegt. En ik heb een keer een hernia gehad, een zware rughernia. En ik ben er niet aan geopereerd. Ik ben naar een osteopaat geweest, een hele goede osteopaat. En diep me eraf geholpen. En die zei ook van, ja Tom, het is goed dat je hier bent. Want ik had dus een verkleving achter mijn maag. Ja. En hij zegt, als je laat opereren, dan neem je natuurlijk alleen het gevolg weg, maar niet de oorzaak. Mm-hmm. En ik was eigenlijk als de dood, want ik ging al een tijdje te kraken. Nou, ik heb eigenlijk best wel altijd een beetje rugdingen, als ik het zo een beetje beluister. Maar... Het is niet heel gek, hè? Als je zulke zware tegels tilt en altijd op het land werkt. Ja, misschien toch een beetje verkeerde houding ook, weet je. Een beetje combinatie van dingen, denk ik. En het ging wel eens te kraken en ik dacht dat hij ook ging kraken, terwijl ik een hernia had. Dus ik was echt heel, heel bang dat ik erheen ging. Want ik had zo verschrikkelijk veel pijn. Maar hij deed een hele andere behandeling. En ik liep echt helemaal krom voorover, voetje voor voetje schuifelend. Ja. Ik zoveel pijn had. En ik ging bijna recht. Nou, kleine stapjes ging ik daar vandaan. Dus het was direct al een heel verbetering. Bizar, hè? Want een osteopaat gaat echt kijken naar waar het vandaan komt. Ja. En bij wijze van spreken kan iets wat op je voorhoofd zit bij je teen vandaan komen. Ja. Maar dat is echt zo. Ik herken heel erg wat je zegt. Want er zijn mensen die sceptisch zijn. Die denken, osteopaat... ik ga gewoon naar een fysiotherapeut toe. Maar ik heb heel veel goede ervaringen met osteopaten gehad. Die hebben ooit echt rode oren gehad... waarvan het leek dat ik oorontsteking had, maar dat was niet. Echt pijn, jongen. Naar een osteopaat geweest bleek het gewoon allemaal in mijn nek en in mijn rug te zitten. Een soort van spieren. Ja. Eigenlijk ook heel logisch, hè, dat als je ergens last van hebt, van jouw rug... dat het met je houding te maken kan hebben. Dat het niet alleen daar zit, maar dat het ook op andere plekken zit. Ja. Precies, weet je. Dan ga je natuurlijk steeds corrigeren en je lichaam gaat alleen maar scheven staan. Ja. Dus het is een beetje een Murphy-effect. En we hebben het over hele gezonde gewoontes. Wandelen, broga. heb je ook een beetje ongezonde gewoontes? Je moet goed drinken. Maar ik vind bier drinken, dat gebeurt natuurlijk regelmatig. En dan ook altijd wel veel, weet je. Dat zie je dan ook altijd toch een beetje bij ons in de buurt. Misschien met kermissen. Kermissen, hè? Kermissen, ja. En dan ook alle kermissen in de regio, of is er gewoon één? Voorheen gingen we echt keken gewoon waar het kermis was. En uiteindelijk weet je dat gewoon elk jaar, hè, dan die, elk weekend. En het was ook in de zomer zo. Dan als scholier werkte allemaal hard bij agrariërs ook. Dus of bij bollenkwekers, in de kool, bij veehouderijen. En dan sprak je echt samen af om naar kermis te gaan. En wat is nou echt uit je dak gaan op de kermis? Is dat gewoon zuipen totdat je omvalt, of... Nee, gewoon heel gezellig staan en wel lekker zuipen. En met vrienden en dan dansen, een beetje gek doen en laat maken. Wat is laat dan? Gaat dat ook gewoon door tot 4? Ja. Nou, de kroeg gaan wel eerder dicht, maar dan ga je even ergens nog een afterbakkie doen, weet je wel. In een keet. In een keet, in een zuipkeet. Gewoon bij iemand thuis of in een schuurtje. Was je een beetje wild toen je jonger was? Ja, wat is wild? Ik ben geen danser, maar als ik een zootje bier op heb, dan... Dan wel. Ja hoor, weet je. En dan op de bar, tafel. Maar dat deed je gewoon niet een lege. Als dat gebeurde, dan deed je dat ook wel. En zo echt legendarische, zo zeggen we dat met de vrienden. Ja, legendarische kermis meegemaakt. Ja, zo vet, hè? Ik kom uit Uden, daar heb je ook kermis, hè? Kermis, groot kermis. Maar het is toch anders dan bij jullie, denk ik. Is toch meer, bij jullie is het meer cultuur. Net als bijvoorbeeld Volendamse kermis echt een ding is. Maar jullie zitten natuurlijk hoger. Het is toch echt een kermiscultuur. Wat ik nog eigenlijk aan je wilde vragen. Want deze persoon heeft het over liefdesverdriet. Heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Ja. Ja? Zeker. Wanneer? Namen en rugnummers. Nee, dat vind ik een beetje lullig. Nou ja, kijk. Ik was ook al van de relatie. Ik heb meerdere relaties gehad. En
ja, dat is een paar keer uitgegaan. En dat vond ik toen wel echt onwijs jammer. Maar heb je wel, maar echt liefdesverdriet, dat is wel echt meer dan onwijs jammer. Dat is gewoon echt kwel en snot en huilen en paniek. Hey, ik huil nooit, hè, dat weet je. Nee. Nou, weet je, ik was 19, toen had ik mijn eerste relatie, mijn eerste verkering. Ja. En dat was 5 jaar daar. En dat vond ik toen wel echt heel erg jammer dat het uit was. Maar dat doet pijn, hè? Die allereerste keer. Ja. Dat, en waarom is dat overgegaan? Dat matchte gewoon niet meer? Nee, uiteindelijk niet. Weet je, we waren, dus ik was 19 en zijn we 17. En kijk, in die tijd ontwikkel je ook nog best wel veel. Ja, ja, ja. Ja. Ik bedoel, dan ben je echt niet de persoon wie je zeg maar, nu bent. En dus in die periode, ja, we hadden echt superleuk met elkaar gehad. En uiteindelijk kwamen we toch achter dat het, dat het toch een beetje een andere kant op ging. Maar ja, ik vond het wel gewoon heel jammer. En hoe was jij dan veranderd in die relatie? Nou, kijk, ik ben opgegroeid op een boerderij. En daar is ik vooral hard werken. En het leven speelt zich ook heel grotendeels natuurlijk af op het eigen erf. Mm. En ik kwam natuurlijk gewoon uit het dorpje, klein dorpje, het veld. Tenminste, ik kom uit het Nieuwe Niedorp, maar het legt wat meer tegen het dorpje, het veld aan. Oh, ik dacht even dat jullie het gewoon zeggen, als je in de weilanden woont, dan zeg je, ik kom uit het veld. Oh ja, zo. Ja. Ja, dat kan je wel denken, ja. Ja. Maar uit het dorpje, dus daar en vrienden, en gingen we naar Schagen. En ja, ik kwam nooit echt verder dan dat. En het openbaarde mij, zeg maar, toen ik met haar verkering kreeg. Zij kwam uit een paar dorpen verder. Mm. En ja, toch een hele nieuwe omgeving, een andere familie waar je natuurlijk binnenkomt, wat heel persoonlijk is en natuurlijk andere gewoontes. Ja, dat was gewoon ook echt heel gezellig. Ja. Weet je, dat was een hele leuke tijd, ook met de hele familie en alle dingen wat we deden. Zo, sorry, ik ben heel even afgeleid. Schattig, hè? Dit is heel schattig. Familie Schaap. Ja. Dit was hem. Dit was hem. Ik heb het echt heel erg met je... Nou, is dat een goede zin? Ik heb het heel erg met jou naar mijn zin gehad. Dat is goed de goede zin. Echt heel gezellig. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Echt heel leuk. Leuk om je beter te leren kennen. En nu heb ik volgens mij bijna de hele eigen huizentuin familie gehad. Vrouwtje kende ik al. Hugo was mijn verrader. Ja, ja, en had je mij ook gehad? Ja, echt heel leuk. Dankjewel voor alle gezelligheid, voor alle tips. En ik weet nu ook een beetje beter wat het boerenleven inhoudt. Ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat ik een beetje in jouw scene heb gezeten. Ja, dat hè. Een beetje teruggenomen naar mijn jeugd ook een beetje. En hoe het buitenleven is voor mij. Ja, dankjewel Tom. Graag gedaan. Dankjewel. Wij zijn hier om samen met jou naar buiten te gaan. Jouw eigen buiten te maken. Hartman combineert comfort, design en kwaliteit in elk product dat ze maken. Tuinmeubelen die zijn ontwikkeld met het oog op circulariteit en die lang meegaan. Hiermee geven zij jou de zekerheid dat jij verantwoord en met een goed gevoel kunt genieten van jouw buiten. Want wij willen meer met z'n allen naar buiten.